Het lijkt erop dat Yvonne Koldewijer onbedoeld behoorlijk wat sympathiepunten heeft gescoord door de dubieuze wijze waarop BNR Nieuwsradio en Talita Muse haar probeerden te tackelen. Gisteren werd de Juice-koningin zelfs toegezongen voor het oog van 1,4 miljoen kijkers in de televisiehit Even tot hier. Jeroen Woe en Niels van der Laan lieten een compilatie zien van deskundigen uit RTL Boulevard en met name Shownieuws die zuur reageren op de komst van Juice-kanalen als die van Yvonne. De roddelpers is hier volledig ingehaald door die Juice-channels, aldus Jeroen. Niels, ja, Juice Channels, onze online roddelkanalen die van alles het internet opgooien, sneller dan de bladen en tv-programma's dat kunnen. Jeroen, ja, en de belangrijkste is zij, Yvonne Koldewijer. Talita heeft een snuiffilmpje opgenomen, dat anoniem naar Yvonne gestuurd en die heeft het na hoor en wederhoor met 3 slagen om de arm gepubliceerd. Nu roept Talita overal in de media hoe schandalig dat is. Kansloos, vindt Niels. We kennen Talita allemaal van op één, hè? Ja, je moest heel snel kijken, want ze was ook heel snel weer verdwenen. Jeroen, Yvonne Koldewijer stonk er in elk geval niet in. Ze heeft die video wel laten zien, maar alleen in haar besloten chatgroep en ze heeft erbij gezegd dat het waarschijnlijk wel eens een nepvideo zou kunnen zijn. Niels, dus het is niet helemaal gelukt, hè? Yvonne is ook geen onderzoeksjournalist, hè? Jeroen, nee, maar ze is gewoon veel sneller en brutaler dan Shownieuws en Boulevard bij elkaar. Roddelbladen zijn volgens Niels de fossielen van de roddelindustrie. Ze is zeker sneller dan de bladen, want een weekblad heb je in deze tijd niks aan, hè? Want in 1 week heb je bij Dreetje al 3 vrouwen gemist en bij Douwe Bob al 17 kinderen. Jeroen, maar de showprogramma's op televisie zijn helemaal not amused. Er werd een compilatie ingestart van allerlei showdeskundigen die heel zuur zijn over de Juice-kanalen. Jeroen, ja, maar het is gewoon een feit, hè? Yvonne heeft ze ingehaald. MEAU kwam vervolgens op om een parodie op haar liedje Dit heb jij gedaan te zingen. Ze waren deskundig, ze waren beroeps, maar nu zijn ze niks meer, ze hebben geen scoops, zong ze onder meer. Omdat er een meisje was als een vreselijke droom, die de Juice heeft gestolen, de roddels geroofd. Jij hebt spionnen, die hebben zij niet. Ze zijn steeds te laat, elke show, ieder blad. Zou een moord doen zodat I als eerst weer iets had. Oh, dat klote gevoel, ze kunnen wel gaan, ze kunnen wel weg en dat heb jij gedaan.